De binnentuin van restaurant Kiewiet is geopend. Geniet aan de Julianastraat in Dedemsvaart van fingerfood, mondvermaakjes, high wine en gerookte specialiteiten. De binnentuin. Culinair genieten voor ieders budget. Ook voor uw feest, jubileum of zelfs relaxed vergaderen. Open monumentendag in Nederland. En dus ook in Dedemsvaart vandaag. Wij zijn hier op het terrein van de kalkovens. En hier is vandaag van alles te doen, want hier wordt niet alleen vandaag Open Monumentendag gevierd, maar ook de historische vereniging AVRS bestaat dit jaar 30 jaar en die vieren vandaag een verjaardag. Bij me staat Barend Rozenboom, voorzitter, voor mij, zover ik weet, ook al 30 jaar voorzitter van de historische vereniging AVRS. En aan Barend de vraag. Barend, Open Monumentendag en verjaardag. Dat is wel een mooie combinatie. Ja, dat is een perfecte combinatie. Dat kunnen we goed combineren met 30 jaar feest vieren. Hè? Want het is toch wel bijzonder dat we met nu 30 jaar bestaan en zo'n 1750 leden hebben. Dus dat is een hele grote club. Een van de grootste clubs van de gemeente Arnhemberg. Dus dat is toch wel om er trots op te zijn. En we kijken met heel veel plezier terug op de afgelopen 30 jaar. En ook met heel veel vrijwilligers, zo'n 90 vrijwilligers. En we gaan nu vandaag een leuk feestje bouwen. Dus iedereen is welkom om hier te komen. We hebben hier allerlei activiteiten, oude ambachten. En we hebben broekanten en allerlei kraampjes met allemaal leuke spulletjes. En een hele terras gebouwd. Je kunt hier een biertje en een wijntje drinken en wat fris. En er zijn optredens in de gashouder met muziek en dans. Dus we maken er echt een leuk feest van. Nou, en daarnaast is het thema van Open Monumentendag is op reis. En dat wil dus zeggen dat oude voermiddelen hebben wij dus allemaal hier op het terrein opgesteld. Oude auto's, tractoren, fietsen, motoren, trekkers, noem maar op. Alles wat je bedenken kunt. En dan gaan we dus om 1 uur gaan we dus een rondrit door Dedemsvaart maken met al deze oude voertuigen. En dan, die worden dan hier tentoongesteld op het kalkoventerrein. Dus iedereen kan komen kijken vanmiddag om al die mooie oude vervoermiddelen, vehicles noem je ze ook wel, te bekijken. Dus dat is het thema. En daarnaast hebben we natuurlijk, en dat is wel, daar zijn we wel trots op, we zijn dus nu met een scheepshelling bezig om die te bouwen. En vanmiddag ook gaan de mannen in oude kloffies, zoals dat vroeger ging, gaan ze dus timmeren en ook smeden. Er is een smederij en er is een zagerij. Er worden van de bomen die er omgezaagd zijn om die scheepswerf te realiseren. Daar komt dus, die bomen worden nu in planken gezaagd en die gaan we straks weer hergebruiken. Dus volop activiteit hier. Thank you.
Iemand kiest die voor ze denkt. Als een uitslag is politiek onberekenbaar. Als de gewone procedure ons geen meerderheid brengt. Een nieuw Argentina, we breken de ketens voor goed. Een nieuw Argentina, de stem van de massa. Roept in ieders, doet in ieders. Thank you.
verleden. Word je vreugde soms vermengd met droevenis, als het schip op zee gebleven.